Show. De eerste ronde, de eerste ronde. Zijn ze goed geveegd? Zijn ze goed geveegd? Ja! Laat je klaar zien. Hey! Is dit ook een lurf en de kladden? Alles goed! Alles goed! Met de kaarten zijn we vreugd! Hey, dat kan harder! Alles goed! Dat! Alles goed! Met de kaarten zijn we vreugd! Wauw! Applaus voor jezelf! Yeah! Vandaag in de Grote Witte Cactus Show hebben we het over een duiker en zijn harpoenen. Geef me een zoen. Dat zal ik doen. Wat zijn jullie aan het doen? Zoenen? Nee, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over een duiker met zijn harpoen. En toen zei ik, weet niet, geef me een zoen. Dat zal ik doen. Nee. Wat is dat? Kom nou. Luister nou. Ik heb het over, je bent een harpoen. Ik weet niet. Nee, ja, dat weet ik niet. Kijk, een harpoen is een geweer onder water, maar er komt geen kogel uit, maar een pijl. Nou is meneer Cactus de duiker, jij bent de harpoen, en waar gaan wij op schieten? Dikke tieten! Nee, op een inktvis, mevrouw Stemband. Wie? U! U? U! 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 Oh, mevrouw Stemband. Mevrouw Stemband, u bent een inktvis. Waarom? Want meneer Cactus is namelijk een duiker met zijn harpoen. Geef me een zoen. Nee. Nou, op joh. Nou, het zoenen is in ieder geval veel en veel beter dan zomaar schieten op weerloze, arme, kleine inktvisjes onder het wateroppervlak. Een harpoen huilt niet. En het is helemaal niet zielig. Zo is de natuur. De sterkere maken de zwakkere dood. Komt u eens hier? Wat is er? Ik ben sterker en ik maak u toch ook niet dood? Hey, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Speelt u nou maar een inktvis. Oké. Ik ben een inktvis in de zee. En dat valt helemaal niet mee. Want de inkt zit me tot hier. En ik heb pen, nog papier. De duiker springt met zijn harpoen in het water. Plons! Ze gaan op zoek naar de inktvis. Joehoe, ik zit hier! Een inktvis roept niet joehoe, ik zit hier. Joehoe, ik zit hier niet! Een inktvis zegt niets. Na een enorme speurtocht vinden ze eindelijk de inktvis. Enorme speurtocht, Amohula, je ziet me toch zo zitten. Ja, als u nou nog één keer wat zegt, dan... Schiet u me dood? Ja! Nou, dat was u toch al van plan, dus ik hoef mijn mond niet te houden. Oké, komt-ie. Ja, 1, 2 en... Oh, wat zullen mijn arme 4 baby-octopusjes, mijn kleine baby-inktvisjes huilen, als ze horen dat hun moeder op brute wijze aan flarden is geschoten. Rustig. Nou, wacht nou even. Wees toch een vent als harpoen. Wat maakt het nou uit? We schieten gewoon de vis dood. Valt best mee. Let op, daar gaan we. 1, 2 en... Wat? Ik zie niks meer. Nee, dat klopt, want ik heb inkt op je duikbril geschoten. Oh, ik zal je. Waar ben je? Kom hier. Waar is mijn harpoen?
harpoen kwijt? Ja, ik ben mijn harpoen kwijt. Waar is hij? Daar! Ja, maar ik zie niks, want er zit inkt in mijn ogen. Zal ik hem pakken? Ja, pak hem. Pak hem. En wat moet ik er nu mee doen? Je moet jezelf doodschieten. Oké, maar dan moet jij tot drie tellen. Ja, ik tel tot drie. Dan gaat hij. 1, 2 en 3. Ja. Ah! Ja, ik ben wel een inktvis, maar ik ben niet hier, oh. Is dit goed? Ja! Dat tweede ronde, de tweede ronde. Tweede ronde is... Ik weet niet. We hebben de kans wel, tweede ronde is namelijk... Het vraaggesprek. En welk bijzonder kind hebben we daarvoor uitgenodigd? Daar hebben wij twee bijzondere kinderen voor uitgenodigd. Kees en Thomas' broertjes. En Kees was heel erg ziek. Kees en Thomas, applaus! Hey. Hi Kees. Hallo. Hi Thomas. Kees, jij was heel erg ziek. Ja. Hoe oud ben jij? 11. En hoe oud was je toen je ziek werd? 8. 8. Wat had je? Kanker. En heb je het nog? Nee. Gelukkig. Ja. Zo, dus jij hebt kanker gehad. Jij hebt het niet gehad, maar jij bent zijn broer. Ja. Ja, hoe oud ben jij? Ik ben nu 9. Je bent 9, ja. Het was spannend, hè, toen je dat kreeg. Het is niet spannend, het is niet leuk. Het is niet leuk, ja. Spannend is eigenlijk een fout woord ervoor. Ja. Ja. Wanneer merk je dat je voor... Laten we eerst even uitleggen, wat is kanker? Dat is een zwelling, of nou, ja. Hoe kan je het uitleggen? Ja. Het zijn zwellingen? Ja, het zijn zwellingen die ergens in je lichaam zitten. Ja. Het begint met een klein celletje dat zich meerdere malen uitbreidt. Ja. Tot op het laatst een grote bonk, zeg maar, ja, zit. En die maakt de goede cellen, zeg maar, kapot. Ja. En nou, daardoor ga je dus eigenlijk aan dood. Ja. Maar jij bent er niet aan dood gegaan? Nee. Er zijn wel kinderen die er aan dood gaan. Ja. Waarom merk je voor het eerst dat je kanker had? Dat ik geen eten meer lustte. En dat ik minder hard kon lopen. Want het zat hier. TV, ja, keek. En dat hij minder? TV keek. Vroeger naar bed, veel moe. Je was moe, hè? Ja. Ja, ja. En toen ben je naar het ziekenhuis gegaan? Ja. Ja. En toen? Nou ja, eerst naar de huisarts. Ja. En toen naar een ander ziekenhuis. Ja. En toen ben ik naar het Emma Kinderziekenhuis gegaan. Die gespecialiseerd is in het... Ja. Ja, beter maken, genezen van kinderen die kanker hebben. En toen moest je er blijven? Ja. Ja. Toen in het begin, hè, toen Kees weg was. Ja. Wat gebeurde er in thuis? Kreeg ik een oppas. Kreeg ik, ja. Want je vader en moeder gingen natuurlijk vaak naar Kees toe. Ja. Ja. Vond je dat leuk? Nee. Nee. Ik wou ook wel een beetje aandacht. Je wou ook wel een beetje aandacht, hè? Ja. Ja, wat gebeurt er namelijk als iemand heel erg ziek is en je bent dan de broer? Hebben mijn vader en moeder, die hebben niet zoveel geduld of die denken veel meer aan de zieke jongen dan aan de broer. Ja, 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 dat is het probleem dan, hè? Dus je voelt je, ja, een beetje eenzaam dan. Ja, ja, eigenlijk wel, ja, ja. Hé, hey, je zit in het ziekenhuis. Op een bepaald moment, wat hebben ze je gegeven? Antibiotica. Wat gebeurde er met je haar? Die viel uit. Je was helemaal kaal? Ja. Ik heb je toen nog gezien. Ja, klopt. Ja. Toen was je heel ziek, hè? Ja. Toen traden we op als meneer Cactus in het AMC, was dat? Ja. En dat weet je niet meer, hè? Ik weet het nog wel. Ja. Maar ja, ik denk dat toen hij voor het raam stond, dat ik sliep. Ja. Was je bang dat hij doodging? Ja, want op een, ja, een, was een periode dat mijn vader zei, zo van, ja, er is een kans dat Kees doodgaat. En ja, toen ging er wel een schok door mij. Ja. Jij dacht het ook? Ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik heb het één keer gevraagd aan papa. Toen was ik heel erg ziek. Moet je niet aan denken? Nee. Wat gebeurde er op het eerste moment dat ze zeiden... Hé, het is voorbij. Je bent weer beter. Meteen naar huis opgebeld dat ik zou komen. Ja. Wie heb je toen opgebeld? Wie kreeg je toen? Ik kreeg Margreet aan de telefoon. Ja. De oppas. Ja. Nou ja, en mama heeft toen al de familieleden gebeld. Ja. Het is thuis een feestje geweest. Ja, dit was een happy end, hè? Ja. Ja. Ik wil een keihard applaus voor deze twee. Ja! Ja! De derde ronde. De derde ronde. De derde ronde is... Ik weet niet! Dan weet meneer Cactus wel, de derde ronde is namelijk... Gevaar! Gevaar! Gevaar!
gevaar draagt, moet je niet in paniek raken. Moet je zeker niet gaan peeuwen. Paneeuw! Als je gevaar draagt, blijf je altijd... Koelbloedig! Boelkloedig! Koelbloedig. Ik weet niet, je hebt een potlood en een stuk papier. Een lokpoot en een puk staat hier? Ja, een lokpoot en een puk staat... Nee, geen lokpoot en een puk staat hier, maar een potlood en een stuk papier. Kijk, dit is het potlood en dit is het stuk papier. Zie je dat? Dus potlood en stuk papier. Potlood en papier. Potlood en papier. Potlood en papier. Papier, 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 papier. Nu jij. Potlood en papier. Potlood en papier. Wc-papier. Potlood en papier. Toiletpapier. Nee, gewoon papier waar je op kan tekenen. Potlood en papier. Het is om een tekening. Stop! Goed zo. Nou is het zo dat ik... Wat? Ho, 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 wat doe je nou, wat doe je nou, wat doe je? Papier? Nee, dit is geen wc-papier, joh. Dit is papier waarop je kan tekenen. Mevrouw Stemmel, u bent de speelende vrouw. Ja? Goed zo. En meneer Cactus is een... treiterkop. Een treiterkop, ja. Wat is een treiterkop? Heeft u wat scheid erop? Ik heb er geen scheid. Nee, ik heb er geen scheid. Dat heb ik je net verteld. Het is tekenpapier. Ik heb geen scheid erop. Ik ben namelijk een treiterkop. En een treiterkop die pest en die treitert. Doe niet zo raar. Hier komt het gevaar. Oké, okay, potlood en papier liggen in de kamer. Potlood en papier. Naast de potlood en papier staat de treiterkop en die verveelt zich heel erg. Ik verveel me heel erg. De spelende vrouw komt binnen. Hé, hey, stomme, stelende vrouw. Dag, treiterkop. Potlood en papier. Hé, hey, potlood en papier. Ik ga een fijne tekening maken. Jij kan geen tekening maken. Oh, zit je weer te treiteren, pestkop? Nee, het is zit je weer te pesteren, treitkop. Auw! Wil je niet even aantrekken? Ja, doe ik. Auw! Zo, boontje komt op zijn loontje. Ah, oh, die pen is van mij. Kom maar, zo. Nou, kom hier, geef me potlood terug, anders krijg je weer een plak. Oh, oh, ja, nee, ik geef het terug. Oké, dan pak ik de tekening. Nou, geef hier die tekening. Nee, ik neem hem mee. Ja. Oh. De spelende vrouw doet de pen in haar mond en rent achter de treiterkop aan met de tekening. De treiterkop gaat de kamer uit. Hij opent de deur. Hij gaat door de deur en klapt de deur dicht. En dan opeens... De spelende vrouw is tegen de dichte deur aangelopen. Maar ze had die pen in haar mond. En de pen is naar binnen geslagen. Dwars door de keel heen. En het bloed gulpt uit haar mond. Zo ligt ze op de grond. Dood. Dood. Spelende vrouw, wat heb je nou geleerd? Ik heb geleerd dat je nooit met een pen in je mond moet gaan rennen. Want als je valt, dan is dat levensgevaarlijk. Is dit goed? Ja! Nieuwsflits. Oh jee, deze uitzending wordt opeens onderbroken door een knip, knap, knop. Ja. Nieuwsflits. Nieuwsflits. Flits. Wij hebben een klacht ontvangen van een eenzame basketbal. Wij zullen die bal eens even opbellen. Tring, tring, klik. Met de eenzame basketbal. Hallo, met mevrouw Stemband. Waarom bent u zo eenzaam? Maar er wordt helemaal niet meer met me gespeeld. Waarom is dat dan? Wel, ze hebben de basket waar ik doorheen moet afgebroken. En nu heeft het leven voor mij geen zin meer. Oh, wat erg nou. Heel veel sterkte, hoor. Het is toch een schande? Kwak! Dit nieuws verdient een stom. En de stom wordt deze keer uitgedeeld door... Jasper Stam! Kijkplaats voor Jasper! Yeah. Jasper! Hallo Jasper. Ja. Aan wie wil jij de stomp uitdelen? Aan mensen die bij basketbal net hebben kapot gemaakt. Die jouw basketbal net hebben kapot gemaakt? Ja. Ja. Wat is er aan de hand? Vertel het. Er waren kinderen mee aan het spelen. Ja. En toen werd ik 's morgens wakker en toen was ik kapot. Ja. Jullie woonden op een hoekhuis, hè? Mm-hmm. En waar hing die basket? Achter het huis. Achter het huis. Mm-hmm. En die had je er zelf neergehangen? Nee, had een oppas gedaan. Had een oppas. Maar was voor jou? Ja. Ja, nou, dan was je aan het spelen. Hoe lang heb je... En op een nacht... Is dat 's nachts gebeurd? Dat weet ik niet. Nee. Maar iemand heeft het gedaan? Ja. Is die toen gerepareerd? Nou, kan het niet meer. Waarom niet meer? Omdat er huizen zijn gebouwd. Je woont niet meer op een hoekhuis? Jawel, maar er zit een klein gootje tussen, daar kan ik niet meer basketen. Oh ja. Maar hij is één keer kapot gemaakt? Nee, twee keer. Twee keer? Ja.
Dus volgens mij is er iemand heel vervelend bezig, hè? Ja. Ja, daar word ik wel kwaad om. Nou, kom eens hier met dat kussen. Dit is namelijk een... Maar dat is nu de buik van... De basketslopers! De basketslopers. Vertel het tot drie in de gaten. 1, 2, 3! Verschrikkelijk. Poos. Zo. Ik wil een keihard applaus voor deze... Ja! De vierde ronde. De vierde ronde. Hey, de vierde ronde is... Hey, ik weet niet. Wie ben ik ook wel de vierde ronde? Is namelijk... De prik van de cactus. De prik van de cactus. En de prik van de cactus gaat deze keer naar Marieke. En wat schrijft Marieke? Lieve meneer cactus. Op een keer was ik met mama aan het dammen. En toen zei mama, jij mag slaan. En toen heb ik mama geslagen. Kijk Marieke, zal ik slaan? Kijk Marieke, zo'n grap. Wij... Video super eigen. Wijs! Oké, jongens, daar gaat ie! Ho, 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 ho! Niet. Dan ben ik ook wel de vijfde ronde. Is namelijk... Een de ronde van het publiek. Wat? Is hier publiek aanwezig? Ja! Yeah! En het publiek heeft interessante gezichten. Kijk maar! Kijk maar! Dat kan gekker! Nee! Dat kan harder! Nee! Dat kan gekker en harder! Nee! Waren de interessante gezichten van het publiek aanwezig? En natuurlijk hebben ze ook iemand... Nou, ga nou verder. Oh. Wat zitten jullie nou te zwijmelen? Oh, ik snap het. En natuurlijk hebben ze ook iemand uitgenodigd. Ja. Jullie hebben er zelf om gevraagd. Ja. Maak de ring vrij voor Miss Universe! Vivian Jansen! Ja! Ja! Zakje ophelpen. Nou, heel elegant, hè? Jongens, ziet ze eruit als een echte Miss Universe? Ja! Yeah! De mooiste vrouw van de wereld. Ga zitten op de mooiste stoel van de wereld. Dank je. En er komt Feya die de eerste vraag gaat stellen. Stel je vraag. Ik ben ook opeens zo zenuwachtig. Hoe is het om Miss Universe te zijn? Hoe is het om Miss Universe te zijn en wat moet je daarvoor allemaal doen? Nou, ik vind het heel erg leuk om Miss Universe te zijn. En je bent het natuurlijk maar 1 jaar. En het leukste vind ik wat ik moet doen is dat ik een hele hoop dingen te zien krijg. En dat ik heel veel plaatsen naartoe ga en heel veel verschillende landen. En dat vind ik het leukste van Miss Universe zijn. Ben je tevreden? Ja. Krijg een applaus voor deze. Ja! Ja! Oké, Christine. Oh, Christine. Stel je vraag. Hoe ziet er een gewone dag bij jou uit? Nou, normaal ga ik gewoon naar school. Net als jullie allemaal. Alleen ja, een andere school, denk ik. En soms dan zit ik in een programma, net als hier. Of ik moet jureren bij andere misverkiezingen. Of ik moet een lintje doorknippen als er een winkel of zo geopend wordt. Maar meestal zit ik gewoon op school. Tevreden? Ja. Krijg de plaats voor deze? Ja! Ja! Oké. Regina. 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 Ik zei Regina, maar het is Regina natuurlijk. Hallo met je eentje. Stel je vraag. Weet je nog? Oh, wacht even, ik heb hem hier. Waarvoor dient het kroontje? Waarvoor dient het kroontje en de sjerp? Waarvoor is het kroontje en de sjerp? Nou, ik denk als ik mijn kroontje en mijn sjerp niet op zou hebben en mijn gewone kleren aan, dan ziet niemand dat ik Miss Universe ben. Oh. Denk je wel? Wel, hè? Ja? Ze ziet het mooi is, hè?
Ja. Ben je tevreden? En Jentje ook? Nee, het is door een roosje. Wat is het? Door een roosje. Oh, door een roosje. Ja. Nou, kijk de applaus voor deze. Kanje! Oké. Melanie. Hallo, Melanie. Het zijn allemaal meisjes, hè? Die vragen stellen. Geen gang, Melanie. Mag je wel patat eten, word je daar te dik van? Goeie vraag. Mag je wel patat eten? Nou, ik eet sowieso al niet zoveel patat, omdat ik daar toch niet zo dol op ben. Maar als ik het eet, dan moet ik wel een beetje uitkijken. Ja, want ik mag natuurlijk niet zo heel erg dik worden. Dat is natuurlijk geen gezicht, dan pas ik niet eens meer in deze jurk. Dat zou natuurlijk niet kunnen. Ben je tevreden? Ja. Krijg je de applaus voor deze? Kanje! Oké, jongens, Miss Universe is niet alleen maar aan te vragen, maar ook om aan te... Raken! Deze week is het Aniek Uiterwilligen uit Sint-Kruis. Koninginnedag is leuk, Kerstmis reuze gezellig, Oudejaarsavond een enig feest, maar één ding weet ik stellig. Mijn favoriete dag zit hier niet bij, want één keer per jaar mensenheugenis is jarig zijn het leukste wat er is. Lang zal ze leven en hippie poera, toeters en ballonnen in de gloria. Jarig zijn is het leukste wat er is, een topgebeurtenis. De slingers hangen klaar, het feest kan nu beginnen. Cadeautjes bij vol. Je bent maar één keer jarig, dus lang leven de lol. Sinds mensenheugenis is jarig zijn het leukste wat er is. Lang zal ze leven en die pipoera, toeters en ballonnen in de gloria. Jarig zijn is het leukste wat er is. Jarig zijn, het leukste wat er is. Lang zal ze leven en hippiepoera, toeters en ballonnen in de gloria. Jarig zijn is het leukste wat er is, een topgebeurtenis. Het leukste wat er is. Hoera! De laatste ronde. Maar de volgende week zijn we weer, hoor. En weer in de grote meneer Kaktus Show. Schrijven naar het volgende postbusnummer. Postbus 175 1200 AD in Hilversum. Jongens, met z'n allen keihard.